den vijand maar steeds rechtsomkeert. Lieve vrouwen, wees gegroet, ons rood-wit bloed. Waar blijft ze nou? Ze weet ook dat het 6:30 is. 6:30? 6:35. Dat is wat ze van toen zijn. Wat denkt ze zelf? Ach, toch niet door de week op een merger. Sommige mensen is dat dit zondag. Doe de geut nog. Wij doen het bekend iedere dag. Is dat waar? Bekend op maandag, bekend op dinsdag. Oh ja, zo ja. We hebben ook voor het volk kinderbijslag dan dat we doen, hè? Godzakker, Hengst is op die een toeter. Nee, dat gaat niet in deze buurt. Dat is een zijkbuurt hier. Als je hier een keer op Hengst moet, op mijn smerig hier staan te wachten. Waar we voor mij om hier te wonen? Ja, dat is wel voor jou. Bij mij, als ik bij ons thuis aan het wc-papier trek, dan staan ze bij ons over de deur. Nou, hadden bij ons zo de poppen aan het dansen. Ik heb vorige week een opgezegd gehad met een overbuurvrouw. Waar? Onze bikkelaar staat scheitenbeheer in de tuin. Ja, dan regent toch weg. Ja, daar zeg ik ook tegen, hè. Nee, voordat je het regen had, had ik een briefhak in de brievenbus hangen. Hou op. Echt waar, mijn opgezegd. En als die nog een keer bij jullie bij ons in de vucht net zit te zeiken, dan bel ik de milieupolitie. En toen? Ik heb tegen onze Damian gezeten. Ik zeg, jongen, wacht maar even, totdat zij weg is. Ja? Ik zeg, en dan even door die brievenbus heen zeiken. En? Zij was weg. Ik zeg, nog even wachten tot de post geweest is. Ja. Ik zeg, pikken we die even mee. Nou, toen zei hij, hoppatee, heel die gang ondergezeken. Was jullie eens opgewonden geworden, dan kreeg ik hem niet meer teruggetrokken. Oh. Dat is toch ook een lekker jongen hè, van jullie. Hè? Ja. En toen, had hij lang daar staan? Ik heb 0 macht laten staan. Ik zeg, nachtvosje eroverheen, kan hem zo eruit halen. Oh, dat zullen we er hebben. Daar heb je er. Hé, schiet eens op. Ik moet zo schijten. Hij kust mijn broek al. Dit zijn is niet erde. Met Nettie van den Berg. Hoi, vandaag schieten we de medische hoek in. Ik ga jullie uitleggen hoe je een paracetamol op de Betty Way in kunt nemen. Je neemt een glas water, dan doe je in een beetje oranje. Je maakt eerst een beetje van pasta. En leg je dan de paracetamol op. Dan pak je nog een beetje. Leg om, hè? Voilà! Wat weegde jij trouwens? Dat weet ik niet. Je weet toch wel hoeveel dat geweegt? Nee, niet precies. Nee, dat weet ik niet. Je weet toch wel of dat 60, 70 of 80 kilo is? Wat is dat nou? Nou, zoiets, dat weet ik niet. Hey, dat is een heel groot verschil hè, tussen 60 en 80. Ja, nou, ik weet het gewoon niet precies. En zo'n gewicht, ja, wat zegt hij nou? Dat zegt hoe zwaar dat je bent. Ja, maar stel net wat je mee vergelijkt. Vergelijk het met een olifant, dan ben je licht. Vergelijk het met een kleine puppy, dan ben je zwaar. Ja, wat zegt gelijk nou? Het dan gewoon met een mens? Ja, licht mens, zwaar mens. Gewoon gemiddeld? Nou, gemiddeld, dat weet ik ook gemiddeld gewoon niet. Jij wilt gewoon niet zeggen hoeveel dat je weegt. Het gaat er niet om dat ik dat niet wil zeggen. Jij wilt het niet zeggen. Hoeveel dat je weegt. Daar ga ik het helemaal niet om. Het gaat er gewoon om dat ik niet wil liegen tegen jullie en ik weet het niet precies. Hoezo liegen? Ik weet het gewoon niet precies. En als je dan kijkt dan en zeg ik weeg zus en zoveel. Dan zeg ik tegen iemand, zij weegt zus en zoveel. Maar dat is dan bijvoorbeeld helemaal niet omdat ik 's middags toen nog ben gaan poepen en ik het gewicht jou geef van die ochtend. Bijvoorbeeld. Trek er dan een paar kilo vanaf. Wat weegt poep nou? Nou, dat hangt er vanaf wat voor poep het is. Ja, normale poep. Zit er een hoop vocht bij of niet? We hebben gegeten. Er kan van alles kan er zijn. Ja, wij zegt dat. En zo'n weegschaal ook. Ja, waar heb je hem staan? Ja, gewoon op de grond. Wil hem op de stoel zetten? Wil jij erop kunnen zitten? Nee, maar waar voor grond staat hij op? Zeil? Zat hij op hout? Zat hij op vloerbedekking? Nou, dat maakt ook heel veel verschil. Dus je kunt het is allemaal niet zo makkelijk om te zeggen. En dan gaan wij wegen. En dan, waar staat die weegschaal? We telden mee, hoe zwaar zijn jouw botten? Welke maat BH hebben? Want dat is gewenst vet, dan moet je niet meetellen bij ongewenste vet. Dus dat is gewoon, je kunt niet zomaar zeggen, zoveel weeg ik. Ja. Er zijn veel te veel factoren die daarvan invloed zijn. Nou, we laten het er hierbij rustig gewoon, want dat is een gevoelig onderwerp. Dat gewoon niet met jou, dat gewoon niet met jou. Gewoon een ander onderwerp, kom op, gewoon een ander onderwerp. Hoe is het trouwens met de genitale verratten van Joostanny? Oh, die zijn helemaal ingedroogd. Oh, die zijn ingedroogd? Ja, die is bijna weg.
Asociale duif. Asociale duif. Asociale scheidduif. Asociale scheidduif. Ja. Ga jij naar die netwerkborrel bij de provincie? Ja.